Youssouf, rustig aan hè, Youssouf vandaag. Hou je in de gaten. Hallo, mijn naam is Peter Hoefnagels. Fuck a bitch, bitch, motherfucker bitch. Elke woensdag om 7 uur kijk jij bij mij in de klas. Er wordt gelachen, er wordt ruzie gemaakt en vriendschap gesloten. Kortom, het echte leven op een middelbare school. Even denken, een alliteratie. Warempel. Wat? Een alliteratie, wat betekent dat? Een aflevering. Nee, ik zal het even op het bord schrijven. Een alliteratie. Het is een letterrijm. Dat betekent precies letterrijm. Precies. Wacht even hoor. Jonas, wat ben je aan het doen? Als een meisje aan het sturen. Je zit recht voor mijn neus. Je zit recht voor mijn neus te sms'en. En ik zeg recht voor je neus, lever maar in die mobiel. Ik heb heel duidelijk gemaakt dat als je een sms'je aan het sturen bent, dan ben je je mobiel kwijt. Dus geef maar. En dan ga ik hem voorlezen. Dus, laat me horen. Nou, daar komt-ie. Eet je boterhammen op. Er zit ook wat lekkers bij. Mama. Mama. Tenminste, de M, ik denk dat dat mama betekent, hè? Dat is mama. Ja, is van mama, ja. Zo, dus mama heeft wat lekkers in jouw boterhamtrommeltje gedaan. Nou, mazzelig even, hè? Ja. Heb je al in je boterhamtrommeltje gekeken? Zijn we ook nou benieuwd, toch? Een beetje? Ja, of, ja. Nou, we gaan kijken in jouw boterhamtrommeltje dan. Nou, is goed. Nou, gaat dus goed. Gaan we eens kijken. Oh, je hebt hem al voor je staan. Ja, het is zo pauze, hè? Dus ik kan hem al gepakt. Ja. Ja, jij mag ook. Mag ik het doen? Even kijken, wat heb jij dan op je ding? Oh! Nou, dat is leuk van je moeder. Surprise! Surprise! Wat zit daarin? Wat zit daarin? Ja. Wil je hem al openmaken wat erin zit? Ik wil het. Nee, dat is Jonas een ei. We gaan niet. Jonas mag zelf weten of hij hem open wil maken. Ja, u mag het wel doen. Nee, maar dan wil ik dat jij hem openmaakt. Ik wil het niet leuk voor je. Speciaal voor jou gedaan. Hm? Mag ik het speeltje? Misschien. Ja. Overmaken of niet? Spannend. Spannend, hè? Dan heb je straks in de pauze. Het is ook zo bijna pauze, dus. Ik wil het speeltje. Mag jij hem open? Mag jij het opeten? Eet hem op. Mag ik die dingen? Ja. Wat zit erin? Mag ik hem maken? Nee. Ik krijg hem over. Nee, nou, we zijn benieuwd wat Jonas in zijn surprise ei heeft. Wat is het? Een? Oh, wat leuk. Kijk, het is een balletje of zo. Het is een Joods keppeltje. Of niet? Jij bent toch Joods, of niet? Oh. Dat is een balletje. Je moet hem opblazen en dan is het. Jonas, blij mee? Ja? Blaas hem op. Hij heeft hem eerst al gezeten, hoe bedoel je? Hij moet hem opblazen. Nou, dit is voor jou. Goed, we gaan verder met de les. Jij krijgt je mobiel terug na de les, oké? Of moet je nog wat terug sms'en? Wil ik wel even bedanken doen. Dan wil je even bedanken? Ja. Oké, nou vooruit. Zet maar snel een sms'je terug naar je moeder. Dank je wel voor het balletje in de les. Dankjewel. Goed, dit is wat er gebeurt, hè? Als ik iemand betrap met zijn sms, ik ga het gewoon voorlezen. Ja? Knoop dat goed in jullie oren. Jullie zijn gewaarschuwd. En een gewaarschuwd mens stelt voor? 2. Het voorlezen van een sms of een WhatsApp was een idee van Floris Bovenlander, die dat in een reactie had geschreven. Aha, dikke dank daarvoor. Of het nou zo handig was? Ik twijfel een beetje. Goed, maar weet jij nou een leuk idee wat ik in de klas kan uitproberen? Aha, laat dat mij weten in een reactie. Dat zou ik heel fijn vinden. Goed, en als je een leuk filmpje vond, hopla, duimpjes omhoog. Links van mij check jij mijn vorige video en rechts check jij een video uit een van mijn afspeellijsten. Goed zo, dan zou ik zeggen tot volgende week. Dag!
Niet de aandacht, zie ik al. Goed. Moet je weg? Wat de fuck is hij aan het doen? Dacht wat je, ik weet wat je dacht. Ik dacht helemaal niet. Jij dacht wat je dacht. Jij dacht wat je dacht. Nee, deze doe ik niet. Nee! Ja! Ja, wacht even. Dan moet ik even... Nee, want... We kunnen het ook niet wisselen. Ja, oké. Okay. Staat. Moet u weten wat er staat? Ja! Doe een kip na.